Welkom bij Kennis voor Klimaat TV. Deze aflevering is voor een beter stadsklimaat. Mijn naam is Laura en we gaan vandaag kijken in Rotterdam en Arnhem naar verschillende manieren om met wateroverlast en hitte in de stad om te gaan. Ik heb er zin in, dus laten we snel gaan. Dichtbebouwde gebieden, zoals in Arnhem, warmen sneller op dan andere gebieden. Dit komt vooral door stenen, die zonlicht omzetten in warmte. Daarnaast is overbelasting van het riool in tijden van grote hoeveelheden neerslag een probleem. Nou, wij willen als gemeente heel graag dat er in Arnhem meer groene daken en gevels komen. En we hebben hier op het stadhuisdak een soort demonstratiedak aangelegd. Een groen dak verbetert niet alleen de isolatie van je dak, maar helpt ook wateroverlast voorkomen doordat het regenwater gedoseerd wordt afgevoerd naar het riool. Naast verkoelen zet het CO2 om in zuurstof, vangt het fijnstof af en ziet het er natuurlijk ook mooi uit. Je kan zeggen van nou, wij gaan als gemeente, als overheid wel eens even de stad klimaat adaptief maken, maar ja, dat is eigenlijk onhaalbaar. Je moet eigenlijk zorgen dat iedereen die in de stad woont, leeft of werkt, dat hij het zelf het belang ervan inziet. Dus we proberen echt elk initiatief wat zich voordoet, hoe klein ook, te omarmen en stimuleren, omdat ze uiteindelijk allemaal bijdragen aan dat idee van een klimaatbestendig dak, maar ook een leefbare stad. Ik sta hier met dokter Sanda Lentholzer in Arnhem. Sanda, kun jij me iets vertellen over deze wijk? Ja, deze wijk die is heel dicht bebouwd en die heeft ook echt een stadsklimaatprobleem. Dat hitteprobleem moet je eigenlijk bestrijden. En we zien hier een heel mooi voorbeeld om de luchttemperatuur te temperen. En ja, het ziet er natuurlijk ook hartstikke mooi uit. Ja, en hoe moeilijk is het om zoiets te realiseren? Nou ja, daar moet je dus echt vaklui voor inschakelen. Zijn er dan andere opties die particulieren wel zelf kunnen doen? Dan gaan we even om de hoek. Laat ik je iets leuks zien, ja? Ben benieuwd. Kijk maar hier, hoe mooi dit is. En dan heb je een heel mooi groen straatprofiel. En dit draagt ook bij aan het koelen van Zeker. De straat? Alle steentjes helpen. Nee, alle beetjes helpen, zo zeg je dat, hè? Ja, minder steentjes dus. Ja, precies. Een verticale tuin is in tegenstelling tot een groen dak natuurlijk mooi om te zien vanaf straatniveau. Het maakt de leefomgeving groener en zorgt in de zomer voor een lagere omgevingstemperatuur. Een boom koelt de omgeving nog beter, maar hier is niet altijd ruimte voor. We stonden net bij die geveltuintjes. Waarom zetten we daar dan niet gewoon een boom voor? Nou ja, soms heb je ruimtegebrekken. We leven in de stad en dan moet je parkeerplaatsen onderbrengen. Dan moet je misschien een parkeergarage onderbrengen. En er zijn heel veel redenen waarom dat niet kan soms. Ook in een grote stad als Rotterdam zijn er initiatieven om klimaatbestendiger te worden op het gebied van hittebestrijding en wateroverlast. We zijn hier in Rotterdam op het Bentheimplein. Arnoud, kan je me vertellen wat er hier gebeurt? Ja, hier wordt op dit moment heel druk gewerkt, zoals je hoort, aan een waterplein. En wat is bijzonder aan een waterplein? Het is een nieuwe vorm van waterberging in de stad. Bij droog weer kan er op het waterplein worden gesport of ontspannen. Het verdiepte sportgedeelte loopt pas bij extreme regenval onder water en functioneert dan als buffer. Zo stroomt het water niet allemaal tegelijk het riool in. Als de regen stopt, wordt het water afgevoerd naar het grondwater of de singel. We zijn bezig met een klimaatadaptatiestrategie. En daarvoor zijn we onder andere meer waterberging aan het aanleggen. En we combineren zo de functies. Aan de ene kant dus klimaatbestendig worden, maar tegelijkertijd die mooiere stad maken. We staan hier op het dak van het grootste handelsgebouw. Midden in het centrum van Rotterdam. Daniel, wat voor dak is het waar we op staan? Nou, dit is het informatiedak van Café Engels, waar we eigenlijk iedere zondag informatiemiddagen houden. Waarbij mensen hier naartoe kunnen gaan om zich te laten inspireren aan de ene kant over wat een groen dak is. Mm-hmm. Maar ook zich te laten informeren van wat dat nou precies inhoudt om een groen dak aan te leggen. Groene daken zijn op meerdere manieren in te vullen. Naast een sedumdak, volledig afgedekt met groen, kun je er ook voor kiezen bomen neer te zetten of kruiden en tomaten te verbouwen. Ook zijn groene daken een thuis voor bijen en vlinders. Hoe, op wat voor manier worden ze verder nog aangespoord om dit te gaan doen? Nou, we hebben sowieso in Rotterdam samen met de waterschap hebben we een subsidie. En daar kunnen ze hier dus informatie over krijgen. En is er veel animo om dat ook te gaan doen? Zeker. Vanaf 2008 hebben we al 130.000 vierkante meter groen dak hier in Rotterdam gerealiseerd. Dus dat gaat echt heel erg de goede kant op. Het interessante is dat we hiermee ook een soort voorbeeldstad zijn geworden. En je ziet dat er een soort vliegwielopgang is gekomen. De onderwijsprogramma's die hebben dit opgenomen. Maar er komen ook opdrachten voor bedrijven. Er zijn bedrijven die krijgen opdrachten uit New York. Een andere consortium heeft een klus gekregen om ook een strategie te ontwikkelen voor Ho Chi Minh City. Dus het is heel goed voor de stad, maar ook goed voor de export. Vandaag hebben we veel verschillende oplossingen gezien om het stadsklimaat te verbeteren.
Kleine oplossingen die al groot effect hebben voor het stadsklimaat nu, maar ook voor de toekomst. Ik hoop dat gemeentes, maar ook de mensen in de stad zelf, hiermee aan de slag gaan. Dit was Kennis voor Klimaat TV. Ik hoop dat u ook geïnspireerd bent.